Wat ik nu voor nu kan aangeven, er zijn naar mijn oordeel verregaande uitspraken gedaan. Die in elk geval binnen de directie van Volksgezondheid nu worden bekeken. En in elk geval, we proberen de feiten die daar zijn aangehaald op een rij te plaatsen. We houden rekening met de gevoelens van iedereen en de meningen van ieder. We leven uiteindelijk in een democratische rechtsstaat en we houden rekening met het recht van uiteraard spreken voor jezelf, recht van vrije meningsuiting. Ik ga proberen om voor nu te volstaan met het antwoord dat wij vanuit het ministerie deze uitspraken serieus bekijken. En ik heb gevraagd aan de directie van mij om de feiten die hier zijn aangehaald allemaal boven water te halen. Wanneer we bepaalde uitspraken horen en gericht tegen personen dan moeten we, en processen, dan moeten we de feiten boven water halen, hè, meneer Treudeman. Dus we gaan de correspondentie van e-mail boven water halen, de brieven, et cetera. En dan komt het ministerie morgen in overleg met de directie. Gaan we in overleg en we komen uit met een statement na dit overleg. Want we gaan sowieso geen feiten verdoezelen, maar we moeten wel, als we verhalen vertellen, zeker als het een leidinggevende is, moeten we wel het compleet verhaal vertellen. Dus ik ben blij dat meneer Orie gekozen heeft voor de media om de problemen daar te gaan bespreken. Dan geeft het me ook een beetje ruimte om antwoord te geven. Terwijl we eerder afspraken hebben gemaakt, jammer dat hij dan die weg opgaat. Maar we gaan onze ogen niet sluiten voor de feiten. Ik kom morgen, in elk geval hoop ik na het overleg met de directie, een aantal feiten goed op een rij gezet te hebben. Dan zullen we de media verder te woord staan.